Zo, het is 4:10. Lekker veel vlog weer. Nee, maar goed. Introotje van de vlog. Ik heb geen flauw idee wat ik allemaal van beeld heb. Dat zie ik dadelijk pas als ik ga inladen en ga editen. Dus ik kan er niet echt veel informatie geven van, goh, we hebben dit gedaan. Goh, we hebben dat gedaan. Nee, sorry. Het wordt echt steeds ballerigen met mij. Dan heb je het in de gaten. Dus ik heb weer dikke ogen. En ik heb geen flauw idee waar dat komt. Ik heb geen rare dingen gegeten. Dus misschien een beetje hooikoorts. Weet ik niet. Het is warm. Polletjes vliegen lekker door de lucht heen. Dus bonus moeders. Bonus. En dan de bloedneuzen wat ik zei vanmiddag. Dat is echt niet meer aan te gluren. Maar goed, dat is een medisch gevalletje waar ik het eigenlijk nooit heb over gehad. En gaat het ook verder niet over hebben. Lopen de kano uit. Komt helemaal goed. Nee, komt niet goed, maar het hoort erbij, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, het is fucking heet. 26 graden, morgen wordt 27 graden. Maar we mogen niet klagen, want als het regent is het niet goed, als het koud is het niet goed en als de zon staat is het niet goed. Maar aangezien mijn thermostaat kapot is, mag ik even klagen. Dus, maar goed. Deze vlog, ja. Wat ik al zei, ik heb geen flauw idee waar het over gaat. En ik zie dadelijk de beelden pas, dus... het zal weer bij elkaar geraapt zootje zijn. Maar goed, ik maak er weer wat moois van. Dus ik kom er daar eens lekker weer. Ik heb niet veel op de planning deze week. Nee, alleen vrijdag weer met de kinderen op stap natuurlijk. Dat probeer ik wel zoveel mogelijk in te vloggen. Want dat zijn echt de dagen dat we in wat doen, zeg maar. Dus dat ga ik dan vrijdag flink inpeperen van vloggen. Dan heb ik wat meer beeldmateriaal voor jullie. En dan komt het wat leuks uit. En verder heb ik eigenlijk niks melden. Eerlijk gezegd. Nee, ik heb er zweet aan van. Wat van onder je. Dus, veel plezier met het kijken van de vlog. En ik zie jullie volgende week weer. Bye bye. Een hele goede morgen. Het is donderdagmorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Meestal open ik op woensdag de vlog. Gisteren ook niet. Gisteren was party day natuurlijk. Het is allemaal niks, man. Gisteren was roonjarig. En we waren 18 jaar getrouwd. En we hebben niet echt gevierd of zo. Een niertje op kwart uitgemaakt. En... Milo is even langs geweest gisteravond en vanavond komt San langs, dus no big parties, nee, dus zo te doen. Maar goed, ik sta echt in Tokyo outfit 5.0, jas van mijn man aan en zo, want ik heb het koud. Ik ben ook echt niet lekker, maar goed, wanneer ben ik dat wel? Ja. Dus, ik ga gauw mijn was doen en daarna ga ik mijn kind wachten. Die wil per se mijn mama een kopje thee drinken, dus dat hou ik nog even vol en daarna ga ik lekker naar mijn bedje doen. Dus vandaag hoor ik niet meer veel vlog. Ik zie jullie morgen. Bye bye. Ah, fijn. Ik had net al een hele leuke Insta-story gemaakt. Na een eeuwigheid. En ik denk, nou ja, ik kan ook wel even vloggen. In een bloedziekend hete auto wacht op mijn kind. En ik ga halen van school en daar ik weer terug ga brengen, want even presentatie voor het examen. Spannend! Dus, het is 15 graden. Maar het voelt alsof het 24 graden is. Je zweet met de tyfus. Maar goed. Kind halen. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen, maar ik moet in ieder geval eventjes naar de kruisvat toe. Dus ik heb mijn handen zo. Kijk, zelfs bijna niet. Top, fantastisch, niet doen. Kruisvat. Ethos. Wat was het? En vanmiddag even Verona halen, want die heb ik vanmorgen om 6:30 naar zijn werk gebracht, want zijn caddy wordt gekeurd vandaag. Dat was vroeg, dat deed pijn. Fuck. Maar goed, een drukke dag. Ja. Met een crash, wat zou je zeggen? 18.0. Ja. Het is niet te gluren in ieder geval, maar goed, we moeten door en de zon schijnt, het is super weer, het is weekend, je bek houden en doorgaan. Dus volgens mij is mijn kind klaar, dus ik ga er even vandoor. De Boogaard, waar de V&D zat, dat is nu gewoon één fucking spookstad. Oh my god, was de V&D? Alleen New York zit er nog. Oh, erg er was. Ja, maar goed, wij gaan even naar New Yorker. Ja, where else?
Ook. Jezus. Die Jos, je bent. Jos. Onrood. Oké. Okay. Kom op, lopen. Even rennen. Ta-da-da. Ik zie een dikke reet. Hou op. En dat voor de vlog. Wee. Ik wil zo'n ding hebben, zo'n blaasding. Ja. Ja, dat is daar zo. Die, pak hem eens. Die. Wat? Ja, dat pluisje. Oké, okay. Ja, leuk. Ik ben kapot. Dat heb ik al niet. Oké. Okay. Dan ga ik hier staan. Het is zaterdag en de zon schijnt. Ik kan even niet filmen, want er loopt een hele mooie pet. Even snel, oké. Maar goed, ik ben niet aan de wandel. Ik ga het alleen even Hubby's auto pakken, want die staat de straat hierachter. En dat is het plekje voor de deur. Dus gaan we even verplaatsen. Je moet wat, hè? We blijven lekker in beweging. Ik dacht het niet. Ja, goed verhaal, lekker kort. Kijk, ik zou willen iets meer zien. Mensje. Een hele goede morgen op deze dinsdagmorgen, elke dag. Jezus, een rode vlekken, maar ik heb bloednoos gehad met. Het is elke dag. En ik heb bijna geen stem meer. En de zon schijnt en het is fucking warm. Lekker man. Ja, dus lekker overbeleerd. Jezus. Ja, maar goed. Vlog ook al geopend, lopend met boodschappen doen. Ja, ik ga het even lekker mijn werkjes afmaken. Ik ga mijn was doen en daarna ga ik lekker even plat. Want dit zit er helemaal ontstoken en dicht en zo. Vandaar ook de bloedneuzen. Is niet nice en zo. Ik blijf wel spoelen en doen. En noem maar op, maar op een gegeven moment dan houdt het een keer op. Dus, dan gaat hij weer lopen. Hou op met me. Zit hooikort zijn? Nee. Zit echt Harry vast. Pardon, we noemen het Harry's. Het zijn dus gewoon echt bonken van 1,5 centimeter. Ik zou even de details sparen. Dus. Ik heb vlog geopend. Ik ga mijn dingen doen. Spreek jullie later. En we zitten allemaal weer in het huis van ons kapsalon. Yes. Lekker. Die jongen is lekker bezig geweest. Die heeft de hele tuin gedaan. Kijk. Onkruidvrij. Abuf. Het is veel te heet.